Ben jij wel eens verrast of verbaasd als je teruggrijpt op het begin van dit seizoen, de eerste weken dat jij Spartaan was, en als je kijkt wat jullie nu allemaal al kunnen en al bereikt hebben? Nee, niet verrast. Toen ik hier binnenkwam had ik goed gevoel. De eerste wedstrijd die we speelden, zag wel dat er kwaliteit in zat. En naarmate het seizoen vorderde, werd dat steeds beter eigenlijk. En had ik steeds beter op elkaar ingespeeld. En je ziet nu het resultaat eigenlijk. Ja, dus die resultaten, de stabiliteit van jullie, dat is zeer indrukwekkend. Dat zien we niet vaak in de eerste divisie, dat ploegen het zo lang zo goed doen aan één stuk. Nee, klopt. Dat is ook wel iets waar we vertrouwen uit putten. Dat we vrij constant presteren eigenlijk. Als we een keertje verliezen, dan dat we de week erop gewoon de draad weer oppakken. En dat heeft ons gebracht waar we nu staan. In hoeverre kijk jij ook al uit naar eventueel volgend seizoen een nieuwe kans in de Eredivisie, waar jij ook naar zal hunkeren, denk ik? Nou, dat is nog even te ver weg, moet ik zeggen. We hebben nog een hele hoop wedstrijden te spelen hier en er is nog niks gebeurd. Dus we zijn bezig met vrijdag en dan komen de wedstrijden vervolgens vanzelf. En wat er volgend seizoen gebeurt is nog ver weg. Vrijdag is wel interessant, hè? Want Achilles 29, een team met semi-profs, die toch al een heel rijtje profclubs inmiddels op die ranglijst, waar jullie eigenlijk niet naar mogen kijken, achter zich laten. Dat is best knap wat ze doen. Nee, klopt. Dat weten we ook. We weten dat ze thuis sterk zijn. Dat ze daar hun punten verzamelen eigenlijk. En, dus we gaan goed voorbereid daar naartoe. Ja, en eigenlijk, als jullie gewoon het niveau halen wat we het hele seizoen van jullie al zien, ook in uitwedstrijden, dan zou het geen probleem mogen zijn, toch? Nee, wij gaan er ook met één steek naartoe om te winnen. Alleen moeten we daarvoor wel bij de les zijn. En dan moeten we ons niveau halen wat we kunnen halen. En dan gaan we daar winnen. Wat is nou jullie grootste kwaliteit om tot die stabiliteit waarover we spreken te zijn gekomen? Nou ja, kijk, ik denk dat voor iedereen heel duidelijk is wat hij moet doen. Iedereen weet zijn rol eigenlijk, binnen en buiten het veld. En als er jongens inkomen, die weten wat ze moeten doen. Dus er is weinig momenten dat er paniek of chaos ontstaat eigenlijk. En ook als we achterkomen, dan iedereen blijft doen wat hij moet doen. En dat is iets waar de trainer ook op hamert. En dat zorgt al voor rust in een elftal, zonder dat we laks worden. Ja, en heel af en toe is er een blessure of een schorsing, maar normaal gesproken ook echt een vaste formatie het hele seizoen al. In hoeverre geeft die vastigheid ook rust voor een speler in het veld? Ja, het is natuurlijk lekker als je weet hoe je medespelers spelen. En dat niet iedere week helemaal door elkaar gegooid wordt. Dus dat zorgt wel voor vastigheden en vaste patronen. En weten waar iemand loopt, weten hoe iemand een bal wil hebben. Dus dat zorgt wel voor een bepaalde vastigheid inderdaad. Ja, nu was een paar weken terug was Ryan Sanusi geschorst. In Groesbeek is Mart Dijkstra er niet bij. Verandert dat toch ook net iets aan die vibe op het middenveld waar jij ook deel van uitmaakt? Nee, ja, kijk, Robert heeft tegen Den Bosch gespeeld en hij heeft het ook hartstikke goed gedaan. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus hopen dat hij dat vrijdag gewoon weer zo invult, dan zijn we allemaal tevreden. Ja, en als jij ook weer je goaltje meepikt, want dat begint inmiddels echt lekker aan te tikken. Ben je überhaupt iemand die dat een beetje bijhoudt wel voor zichzelf? Ja, natuurlijk hou je wel bij je cijfers een beetje. Dus daar ben ik tevreden over en we moeten deze lijn nog even doortrekken. Ja.